ook alles al kan zien. Ik ga eventjes naar binnen en ik ga proberen om zoveel mogelijk vast te leggen. Want ik ga het natuurlijk niet beloven. Ik zit hier nu op spoed. Ja, ik zie wel wat sterretjes, maar dat doet echt heel veel pijn hier. En ook hier, dus ben is benieuwd. Gewoon door te vallen met de fiets. Dus iedereen moet altijd zijn helm dragen. Maar we zien nu wel, we zijn aan het wachten, dus ik hoop dat het snel aan mij is. Ik film een beetje van onderaan, omdat er anders te veel mensen op staan. Het is niet goed. En, dus ik ben eens benieuwd wat ze gaan zeggen, maar echt, ik vond het echt totaal niet lekker. Ik heb mijn zus verwittigd dat ik op spoed ben en we zien nu wel wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, wat ze gaan zeggen op spoed, versta je. Dus veel kunnen we niet doen. Het is afwachten totdat ze mij binnenroepen. En dan kan ik daar nog eens heel de uitleg opnieuw doen. Maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk vast te leggen, tot zover het mogelijk is natuurlijk. We hebben onze binnenhoofd in de wachtruimte. Ik heb heel het verhaal moeten vertellen wat er gebeurd is. En nu gaat iemand naar kijken. Maar dat is echt niet normaal. Dat is echt... Dat je kunt je bijna niet voorstellen. Dat is echt schrikker hoor. Ik ben nog steeds. Ik heb het echt warm. Ik hoop dat het meevalt. Maar we zullen wel zien wat ze gaan zeggen. Ik hou jullie op de hoogte sowieso. Ik kan zien. Dus... echt wel spannend. Ik heb onderzoeken gedaan. Dus... Ik ben hier nu in die haar en dat doet me altijd veel pijn. Ik zie het ook aan mijn gezicht. Ze normaal zijn we aan het bespreken wat ze gaan doen. Ik hoop dat het gaat meevallen. Morgen moet ik sowieso gaan werken. Ik zit al zo lang thuis, dus ik ga dat echt nog eens thuis zitten zo lang. Ik kan zien hoe dat mogelijk is. Dus ik zit echt in de dolfijnen-dingen-box. Dus hier zit ik dan. In deze ruimte. Ik had de camera bij, want ik wou eigenlijk dingen gaan filmen en zo. En dan gebeurt er dit, dus dat is niet zo leuk. Dus ik kan nu wel zien wat er gaat gebeuren. Dus ik hou jullie op de hoogte. Dus dat is echt niet normaal. Mens maakt toch wel mee in zijn leven, zullen. Dus we zien nu wel wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat ik morgen kan werken in de morgendag, want dat is het belangrijkste. Want ja, je doet toch zoveel voor de school. Ik zit echt in mijn vrijwilligerswerk dat ik doe, dat weten jullie, begeleid werken. Want ik zit al zo lang thuis. Dus het zou echt wel balen zijn. Dus we zien nu wel wat er gaat gebeuren. Dus ik hou jullie door. Ik zit al een beetje thuis van het ziekenhuis. Wat ze hebben gezegd eigenlijk, ze hebben mij dan onder de scanner gesnoken. Maar ze hebben gelukkig niks speciaals gevonden. Dat is voornamelijk eigenlijk, dus alles is eigenlijk op dat vlak goed. Ik ga morgen wel goed stijf zijn. Ik heb ook een papiertje gekregen voor de medicamenten te gaan halen. Dus dat wil dus zeggen dat ik 3 dagen niet actief ga zijn op TikTok. Maar ik ga wel morgen gewoon starten op school. Want jullie weten dat we wel iets op school. Dus ik ga gewoon aanwezig zijn op de school. En dat is het zowat. Hopelijk vonden jullie dit, ja... Leuke video, ik weet het niet echt noemen, maar ja, dat hoort ook bij het leven. En ik vlog altijd elke dag wat er gebeurt, dus dit hoort er ook bij. Dus ja. Dus zeker duim omhoog, giet abonneren en morgen zijn we weer. En kijk zeker ook eens op mijn TikTok-account.